Onze bedoeling is om stapsgewijs de buitenkoers te brengen naar 752. Wanneer het gaat gebeuren, dat weet je niet vooraf. Er zijn economische factoren die ten grondslag liggen aan de koers en niet-economische factoren. En die niet-economische factoren, met name die sentimenten en dergelijke, heb je niet in de hand. Dus als we zouden zeggen van het gebeurt binnen een week of binnen een maand, dat zou dus niet van een wijze uitspraak misschien getuigen. Gelooft u mij, we zijn stapsgewijs bezig. Nu, voor de importen, merken we dat die koers gedaald is binnen 2 weken tijd van 8,30 naar 7,85 nu. Dat is een mooie prestatie. Je ziet wel dat de markt herstelt. En al diegenen die met koers en koersbeleid zich hebben bezig gehouden, we hebben heel veel discussies gehad. En ze komen allemaal tot de conclusie en ze geven het advies, wij ook, diegenen die met koers hier bezig zijn, de beste optie is om stapsgewijs zaken te stabiliseren. Okay. Maar het doel is 752.